Vorige week zagen we al dat Ridley Bikes de award won van het meest sociaal innovatieve bedrijf in Vlaanderen. Maar hoe zit dat precies met hun HR-beleid? Dat zoeken we deze week uit. Welkom in ZHR. Ja, met zo'n aantrekkelijk product kan ik me voorstellen dat vacatures invullen toch niet meteen heel moeilijk is hier. Ja, wie zou hier niet willen werken? Hè? Altijd met sport en topsport verbonden zijn, recreatie, vrije tijd. Dat is inderdaad zo dat dat heel wat mensen aantrekt. Maar dat betekent ook wel dat we natuurlijk nog wat selectiever kunnen zijn en echt gaan zoeken naar mensen die hier vanuit hun talent en vanuit hun passie willen meewerken. Ongeacht welke capaciteiten die mensen hebben. Maar dan hoef je niet meteen veel inspanningen te doen voor retentie. Ik denk dat wij toch wel retentie op een andere manier bekijken dan we klassiek gewoon zijn binnen het HR. Ik denk dat het van belang is dat wanneer dat je vaststelt dat medewerkers sneller evolueren en zich ontwikkelen dan het bedrijf zelf, dan moet je die durven loslaten ook. Anderzijds betekent dat ook natuurlijk, wij zijn een heel snel evoluerend bedrijf, dat je de toptalenten en mensen die snel willen doorgroeien en zichzelf willen ontplooien, dat die bij ons wel op het juiste adres zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor jongeren dan? Dat is inderdaad ook zo. Wij willen ook jongeren die nog geen werkervaring hebben kunnen opdoen, die willen wij toch ook de kans geven om zichzelf het werkklimaat eigen te maken en zich ook te kunnen bewijzen voor wat dat ze waard zijn. Wart is zo'n jonge kerel die zijn loopbaan start via een instapstage. Ben je aan het doen? Aan het schuren van de kader. Ja. Jij werkt hier? Ja, ik was op zoek naar werk en ja, toen hebben ze op VDAB gezegd om hier te komen. Een soort instapstage. Dat is een paar maanden. Ja, ja, is het afwachten of het bedrijf me aanneemt of niet. Dus nu is het even een beetje verkennen, kijken of het goed gaat lukken. Verkenning van het werk en zo. En? Ja, het valt wel heel goed mee. Maar Ridley's engagement om maatschappelijk verantwoord te ondernemen gaat nog verder. Ook mensen met een arbeidsbeperking zijn hier aan de slag. Ander talent, tussen aanhalingstekens, dat is hier ook welkom. Zeker weten. Op alle niveaus zijn er jobs, zijn er verantwoordelijkheden waar te nemen waarvoor dat je geëngageerde mensen nodig hebt. Dat kan zowel een ingenieur betekenen, maar dat kan evengoed betekenen dat we in de productie of in de service en ondersteunende jobs, dat we daar mensen willen inzetten die ook met dezelfde passie aan het invullen van hun taak kunnen bezig zijn. Ja, dat werken vanuit talent heeft jullie toch ook gebracht tot een samenwerking met BeWell. Hè? Wat houdt dat precies in? We hebben daar een aantal mensen, een enclave van hen, die bij ons dagelijks mee ingeschakeld is in het productieproces. Dat zijn mensen met bepaalde arbeidsbeperkingen, maar die zich wel volwaardig kunnen ontplooien tot echte Ridley-medewerkers, die echt gemotiveerd en geëngageerd zijn. Dus wat dat betreft zijn we er vol lof over. Ridley Bikes heeft door haar sterke groei ook haar HR-beleid sterk moeten professionaliseren. Maar wist daarbij een heel brede kijk op mensen en talenten te bewaren. Knap, tot de volgende keer.